nice. Nice one. We hebben alle drollen gemaakt. Hey, oh. Ja. Zit te lachen. Ik heb een mooi drolletje gelegd. Ik vind ze fantastisch. Ik was bij emotioneel van meiden. Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik zit met Miss B en Miss C hier bij elkaar en we hebben het spelletje Trap er niet in. Zoals ik al eerder in een video had verteld, is het najaar altijd het moment waarop wij een heleboel spelletjes en speelgoed uittesten. En deze hebben we opgestuurd gekregen via de speelgoed van het jaarverkiezing en we gaan hem testen. Hij is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar. Miss C hier is 3, maar met een beetje begeleiding denk ik dat zij het ook wel kan. En zo niet, dat zullen we ook zien. De laatste keer dat we een spelletje hebben gespeeld is alweer een jaar geleden. Volgens mij was Toiletpret het laatste. Ik zal het filmpje hierboven plaatsen. Kun je zien hoe desastreus dat verliep. Iedereen die ons kanaal al een tijdje langer volgt weet dat ik ontzettend slecht ben in spelletjes. En ik verlies altijd van mijn koters. Maar het is een nieuw jaar, nieuwe kansen. En ik ga deze keer, ben ik van plan om te winnen. Dus, we gaan hem uitpakken. In de verpakking zit een spelmat. 4 potjes poepklei. De een is donkerbruin en de ander lichtbruin. Een plastic vormpje, een blinddoek en een draaiwijzer met een pijl en een standaard. En de spelregels. De bedoeling van het spel is dat je geblinddoekt probeert de drollen te ontwijken. Zet de draaiwijzer, zoals het aangegeven in de handleiding, in elkaar. Dan doe je eerst die erdoor. Zo, en dan doe je de draaiwijzer er. Je begint allereerst met het maken van de drolletjes. Dat doe je met een vormpje en met de potjes poepklei. Wat gewoon eigen Play-Doh is. Krijg hem open. Oh, hier. Ja, er zit een soort scheurtje in, maar dan krijgen we die open. Ik bijna. Nou, oké, dat niet. Toch niet? Zal ik een schaar pakken? Ja. Nou, het is best bewerkelijk, dus een schaar is handig. Kan ik deze makkelijk uitknippen? De poepklei. Lekker kleurtje. Ik denk dat je uit één zo'n dingetje, denk ik... Hoeveel drolletjes zou je eruit halen? 2, denk ik. 2? Ja, dat denk ik wel. Kijk, want het is een best groot iets hoor. Kijk, ik heb nu nog maar zo over. Oeh, nou, dan hebben we wel meerdere potjes nodig. Ja, dus, en als het maximum staat hier 6 drollen is ongeveer, want het staat niet hoger dan de 6. Nee. Dus dan zou we hebben minimaal 6 drollen nodig. Denk ik. Eeuw. Betekent dat als we uit elke 2 dat er ongeveer 8 uit kunnen. Maar... Ja, ik ga die van jou openmaken. Ja, dat is een... Mag ik jouw vormpje? Dan kan ik ook bezig. Vormpje. Moet ik even de mat klaarleggen? Ja, leg de mat maar vast klaar. Dan gaan we straks lekker in onze blote voeten. Oh, met blote voeten? Ja. Oh, gaat zie ik... Anders zit het toch anders plat. Oh ja, dan zit het bij je zo. Het is de bedoeling. Ja. Oh, wat zit jij sadistisch te lachen? Hé, hey, je lijkt nog wel zo lief jij. Maar ondertussen. Mag ik even die? Ja, jij mag ook zo even die. Oké, okay, wie gaat straks als eerst geblinddoekt? Jij? Mama. No way. Chloe. Nee, jij. Maar dan ga jij dus als eerste. Als moeder is dat jouw de rol. En daarna Nee. Jij zegt dat alleen puur voor de... Je bent vals. Vals klein kindje. Je zit gewoon stiekem al leedvermaak over als ik er straks weer aan het gruwelen ben. Maar je moet toch eten? Je ja. Moet toch een keer? Zal ik dus, dan als eerste gaan? Dan ga je als eerste. Want dan ben je al geweest. Ben jij klaar met smeren? Nou, we hebben er 6 bijna. Weet je wat dat zijn? Ja, doe ik. Ja, en weet je nog dat je op de Hasbro dag zei dat het slakken waren? Ja, maar nou weet je wat het is, hè? We hebben alle drollen gemaakt. 1, 2, licht, donker. Ik ben het eerste slachtoffer. Sokken uittrekken. Met een geestelijke voorbereiden dat ik dit echt... Ik heb noem je lieten buiten als er iets ligt. Echt, ik loop op mijn tenen en je... Ja... Dus ik ben daar helemaal niet zo van. Ik ben echt niet smetvreselijk, maar ik vind het echt zo. Dus. Maar goed, het is klein. Houden we in ons achterhoofd. Echt, ik vind dit niks. We gaan drollen neerleggen. Ik vind het nou. Ik vind het echt. Waar is hij? Hier liggen er 2. Oké, ik moest 5 stappen.
echt. Jij moet 5 stappen zetten. Boop, boop, boop. Mag ik al? Nee, want er moeten... Er liggen nu... Wacht, wacht. Ja, Chloe, er liggen er genoeg. Oké. Okay. Mensen, daar. Wacht. 5 stappen, toch? Ja. 5 stappen. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Je moet optillen je voeten. Ben je er klaar voor? Ja hoor. Oké, ga maar stapjes zetten. Ja, ga maar gewoon lopen. Niet spieken. Oh, je staat in een rolletje. Niet spieken. Loop maar naar voren. Nee, niet spieken. Ik zie je spieken. Ga maar lopen. Oh. Miss B mag 3 stapjes zetten en wij mogen de rollen verwisselen, dus dat gaan we nou even doen. Zij weet van niks waar we ze neerleggen. Oké, begin maar. 3 stappen, hè? Ja, 3 stappen. Dat was het. Dat waren er 3. Oh, you're lucky. Ik heb de draaischijf hier en ik ga draaien. Oh, 3 stappen. Woehoe, I can. Oké. 3, 2, 1. Nee, Chloe. Dat is echt vies. Je moet nog 1 stap zetten. Moet ik nog 1 stap? Nee, je had er 3. Nee, dat was de derde. Oh, je bent zo lucky. Oh, kijk eens waar je staat. Bijna op een derde troll. Oh, waar? Ja, dat is leuk. We hebben het even verkeerd gedaan. Het moet eigenlijk dat je 8 drollen kleit, eigenlijk alle potjes opmaakt. En er 5 daarvan op de mat legt. Zodat als je dan op de drollen stapt, dat je dan nog een paar 3 reserve hebt. En kan je die neerleggen. Nou, in het begin, voordat je dat doet, moet je draaien. En dan bijvoorbeeld hier staat 3, een voetje en een wissel en een drolletje. Nou, dat betekent dat je 3 stappen op de mat moet zetten, minimaal, meer. En dat je de drollen mag wisselen. Want normaal is de bedoeling dat de drollen blijven liggen op dezelfde plek. En als ik naar hierheen ga, dan zou dat zeggen, ik moet minimaal 6 stappen zetten. En van 1 van de 5 drollen moet er eentje van het veld af, dus dan liggen er 4 drollen. Als ik deze zou doen, dan zou dat betekenen... Ik mag minimaal 4 stappen zetten en er komt een extra drol bij. Dus dat zou betekenen dat er dan 6 drollen liggen. 4 stappen. Nou, het is de beurt aan ik. Ik mag nu weer, dus ik ga het proberen. Geef me het bord maar. Oké. Draai me. Dan weer even. 6 stappen plus 1 drol erbij. Oh. Oké, dit vind ik heel ranzig. Kinderen, ga je wel los. Ga dit nooit winnen, echt. Het is weer zo'n episode van mij die faalt en weer verliest van haar kinderen. Ja. Oké, ik heb er in 3 getrapt. Echt, kinderen, ga je helemaal los. Oké, dit maakt de sadistische moeder in mij los. Ik mag de drollen wisselen en dat ga ik doen. Ik ga dit spieken. Hij is klaar. Nee. MSB mag lopen. Zo, mag ik? Yep, you can. Echt 4, hè? 4. Je hebt dus je tenen. Het heeft gewerkt. Ze is in een 4 getrapt. Nee. Dat is gewoon echt fantastisch, hè? Mag ik? Ga toch weer winnen. Ik ga kijken. Dan nu. Wie heeft er gewonnen? Tromgeroffel. Miss C is laatste geworden met 10 drollen. Het is de bedoeling dat ze in de minste drollen. Oké.
Dus ze heeft verloren. Oh, daar kan ik altijd nog van. Sorry hoor, Miss C, maar ik wil ook van jou winnen. Mama en Bailey hebben allebei 8 drollen. Jij hebt deze mooie drol. Daar moet jij eens. Dus jij moet in de drol trappen. En samen? Die ligt op het mooie bedje van. Wacht, nee, je mag het niet. De drol. De drollenhop. En bij mij moet alle beige klei. Wacht. Echt waar, dat kind gaat helemaal los. Nou, ben je klaar, sadistje? Echt? Ja. Nou. 1. Aan jou de eer om in de rode te trappen. 1, 2. Dat moet met de teen trappen. Oh, dan moet het overnieuw. Met je teen. 2. Met je teen. Ja. Gaat zien. Dat is disgusting. Nou, we zijn klaar met onze video. We hebben ontzettend veel lol gehad. Het is een superleuk spel. Het sluit natuurlijk helemaal aan bij de poep- en piesfase van je kinderen. Dus die vind ik super geil. Ja. Okay. En die vinden het natuurlijk super grappig, smerig en geinig tegelijk. En eerlijk gezegd, het is ook super geinig. Dus ik heb sinds een jaar weer eens een keer een spelletje, een beetje gelijk spel gespeeld of gewonnen. Dus ook wel eens prettig. Nou, alleen maar gelijk spel. Niet gewonnen. Nee, ik vind dat gewonnen. Het was in elk geval, we hebben super veel plezier gehad. Dus het is echt een leuk spelletje om gewoon even erbij te pakken. En even gezellig te doen. En gewoon, de eerste keer denk je wel, het wordt steeds leuker. Het wordt echt leuk. Dus als je het een leuke video vond, doe een duimpje omhoog. Poepdruim. Okay. Vergeet je niet om te abonneren op ons YouTube kanaal. Dan doe je op het hoofdje te klikken zo. Pas boem.